aandacht voor naar woorden en de press continues zijn lastige onderwerpen. Wij gaan er wat meer over uitleggen. Let's go! This, these, that en those zijn aanwijzende voornaamwoorden. Ze wijzen iets of iemand aan. This is in het Nederlands dit. This gebruik je als je wil aanwijzen wat dichtbij je ligt. Zoals een voorwerp of een persoon. Bijvoorbeeld, this is an elephant. These betekent in het Nederlands deze. These gebruik je wanneer iets dichtbij je ligt, maar vol meerdere persoon. Bijvoorbeeld, these books. Als het voorwerp of een persoon ver van je weg staat, gebruik je that. Bijvoorbeeld, that wordt wel in standing over there. Doos is het Nederlands die. Je gebruikt doos als je iets wilt zeggen over meerdere dingen wat verder weg staat. Bijvoorbeeld, those cool boys are standing over there. Dus even alles op een rijtje. In het enkelvoud is this dichtbij en that veraf. Hey, what are you doing, guys? Geef me je geld! Never! Oké, wat jij wil. This. Het is voor Narnia! Oh. Oh yeah! Now we are going to explain the press continues. We thought it would be a good idea to do this in English because after all, we are explaining English here. But don't worry, there are subtitles. First, we are going to show you some examples, like they are dancing. Turn all the lights on! Or, he is cycling. Or he is drinking. I've been really trying, baby. Trying to hold back this feeling for so long. With the example that we just showed you, you may notice that they were all doing something at the moment. If you want to talk about something that's going on right now, then you use the present continuous. You may have seen that continuous looks a bit like continu in Dutch, and that is practically true. Continu literally means onafgebroken, zoals dit. Back to Dutch. Present continuous wordt dus ook wel de eenvoud of de doelvorm genoemd. We maken de present continuous met M, R, S plus eenvoud. He's playing guitar! Hopelijk begrijpen jullie wat meer van de aanwijzende voornaamwoorden en de present continuous. En zo niet, ja, dat, ja. That's it. That's all, folks. Thanks for watching and we'll see you next time. Bye bye.